Nou, eens kijken of alles goed gaat. Ik geloof het. Nou, bijna. Bijna. Het ging wel eentje die ruim de bocht nam. Achterin. Tim en Nick Gerards. Even acht volgen. Dani van Ruiten. Dani van Ruiten moet van achteraf komen naar voren. En Dani van Ruiten, de man die is net uitgevallen. En met nummer 8, let u maar eens op. Hij komt bij de minimaxen. Hij komt vanaf plaats 15. En nou. Waar zit hij? Snelste tijd. Tim Gerards, Nick Gerards bij elkaar. Dan Benjamin van Hees, een derde plaats. Waar zit Van Ruiten? Van Ruiten al op een 11e plaats, hè? De man staat op 8. Goeiedag. Ja, die is golf van Reppen tussendoor. Ja, die is natuurlijk uiteraard op gebrand om zo snel mogelijk naar voren te gaan. Nou, kijken. Tim Gerards. Tim Gerards 49-1-2. Nick Gerards zijn tweede plaats. Zijn broer waren gisteren uiteraard een training. Allebei dezelfde dag jarig. En dan. Dani van Ruiten op een tiende plaats inmiddels al. En we weten natuurlijk ook dat. Christian de Klein met start op 99 er ook op uit is om naar voren te komen. Net als eerste geëindigd. Maar er was een kleinigheidje aan de gang. Of aan de hand. Teun Schmid op een derde plaats. Start op row 66. Is degene met de snelste tijd. 48.768. Dani van Ruiten op 10. Dan Christian de Klein achter Zopki. Komen ze aan. Het is echt moordend, de keurstoon, vlak voor dat je het rechte stuk op gaat. En de beide mannen, Gerards, nog steeds op kop. Snelste tijd is ook voor Tim Gerards, die aan de leiding gaat. Nick Gerards op 2. Dan gaan we eens kijken, Dani van Ruiten. Dani van Ruiten op een 9e plaats. Is nog niet zoveel verder naar voren gekomen. Zien van Wijngaarden, Luc van Wijngaarden en Vasco Vesthovens. Ja, helaas. Die zat in de klappers daarnet. En die zit er helaas niet meer bij. Maar ik heb hem net gesproken. Het gaat redelijk goed met hem. Nou, mogen we in ieder geval wel blij zijn dat hij toch nog naar zijn vriendjes kan kijken. Vesthovens. En dat hij de volgende keer in volle gezondheid ook weer bij zal zijn. Eén en twee, Tim en Nick Gerards. Vier en vijf, we zitten in de vijfde, gaan naar de vijfde minuut. Christian de Klein, de snelste tijd, met start op 99.
Marijn Barretta op een 11e plaats. Christian de Kleine op 9. Dani van Ruit op een 10e plaats. Nou, ik had eigenlijk wel verwacht dat Dani van Ruit toch wel wat verder naar voren zou komen. Het staat er maar achter ook omdat hij er net als laatste geëindigd is. Tim Gerards, 48,65. Snellere tijd wederom. Zijn broer volgt nog steeds met nummer 60. Zijn vader gaf het al aan dat hij terug zou komen. Nou, dat is ook wel duidelijk dat hij teruggekomen is. En ook en binnen een kortst mogelijke tijd, omdat zijn motor niet helemaal lekker was de laatste NK's. ...48,65. Dan hebben we Teun Schmid. Teun Schmid wederom een snellere tijd. De man op de derde plaats. De man op de derde plaats met 48,45. 6 minuut 45. Tim en Nick Gerards. 1 en 2. Schmid op een derde plaats. Dan Amadou Zeeman uit het team van Montfort Motorsport. Daar waar... Daar had... Daar had... Natuurlijk ook Hans van Zuilen is daar de grote technische baas. Achter de successen van het team van Montfort Motorsport. Ook zij waren altijd goed te vinden bij de fabriek, waar ze heel veel mensen opgeleid, in goede zin opgeleid hebben. We krijgen Tim Gerards. Gerards en ik. Christian de Klein met start van 99 op een 8e plaats. We vinden dan Jens van der Heijden, zakt weg naar 13-14. Jens van der Heijden, dat is dan over en uit. Die moet er ergens langs de baan staan of hij is, inmiddels heeft hij al het veld verlaten. Maar het is Tim en ik Gerard en Teun Schmid op 1, 2 en 3. Snelste tijd, 48-4-22 voor Tim Gerards aan de leiding, de mannen uit Amsterdam. Wel leuk, zit ook bij mijn neefjes op school in Amsterdam. Hoe toeval bestaat niet, want het is gewoon zo. De twee mannen Gerards. Bij mijn nichtjes, sorry. Amadou Zeeman. Tim Gerards, Gerards, Nick Gerards, Schmid. Dan langzaam maar zeker Dani van Ruit op een 9e plaats. Had ik wel verwacht dat hij toch wel, dat, ja, zeker wat verder naar voren zou komen. Hij komt vanaf 15 en is nu op 9 beland. Dan Benjamin van Hees staat voor hem met Christian de Klein op een 7e plaats. Met staat op 99. Tien minuten in deze finale.
10 minuten in deze finale. En dan zie ik hier onder andere ook Ralf Winkel al staan met zijn vader. Zijn vader zei het gaat niet zo lekker. Nou, ik weet het niet, maar hij staat in ieder geval niet achteraan, Winkel. Gaat niet zo lekker, hè, geloof ik. Nee, dacht ik al. Ja, hij heeft Koen Blauwe op de toneelschool geslagen. Dan Tim en Nick Gerrards op 1 en 2. En Teun Schmid op een derde plaats. Ja, blijft toch wel mooi, want Dani Baruiten nog op 9. Dan Christian de Kleine op 9, met 99 op een zevende plaats. We hebben 11 minuten. 11 minuten hebben we achter de rug. 48, 3, 5, 2. Dani Baruiten, snelste tijd. Ja, maar hij zit natuurlijk klem, en dat hele circus daar, waar hij natuurlijk tussenuit moet zien te komen, Dani Baruiten. En ook dat is een kunst. Tim Gerrards wederom een snellere tijd neergezet. 48-205. Samen met zijn broer. Hè? Oh, wel gaaf. En ook dat je ze dan gisteren spreekt. Ging het niet helemaal lekker. Ging er met een iets verkeerde bandenspanning weg. Gaf papa aan. En dan nu. Dan blijkt hier dan het resultaat te zijn. En niemand minder dan Mike Koenen. Is dan ook vertegenwoordigd. Of in ieder geval verantwoordelijk. Voor een van de mannen van Gerrards. En ook hij. Hij met een zeer grote ervaring op kartsportgebied. Ook zijn vader, die ooit met zijn broer in Portugal verbleef. En zijn broer daar wereldkampioen werd. En niemand minder reed achter Peter Koenen. Dat was Ayrton Senna. En Senna moest het jaar daarop ook weer de meerdere erkennen aan Peter de Bruin. Twaalf minuut 47. De twee mannen Gerrards nog steeds op 1-2. Teun Schmid staat op een 66 op een derde plaats. Tim en Nick Gerrards, ja mooi hoor. Echt heel gaaf om gebroederlijk. Veertien minuten. Dan Dani Baruiten inmiddels op een zevende plaats ronde. Senna van Roodijk staat daar. Die staat er ketting te repareren. Want die rijden daar gewoon op de keurstoon kapot. En ook alle officials schieten te hulp om ook haar van het rechte stuk als zodanig weg te halen. Want dat is geen beste situatie.
Tom Gerards, Nick Gerards, Teun Smit met Amadou Zeeman. Amadou Zeeman uit het Montfort Motorsportteam met Christian De Klein. Inmiddels al op een vijfde plaats. Hè? En De Klein komt vanaf 18. Heeft 13 plaatsen goed gemaakt met startbureau 99. Dani van Ruiten komt vanaf 15. Heeft 11 plaatsen goed gemaakt. Nee, 9 plaatsen, sorry. Het is 48-0-42, Dani van Ruiten. Nummer 8. Ik heb begrepen dat nummer 8... Bij de Dani van Ruiten moet ik melden bij de Kopos, klopt dat? Dani van Ruiten, die moet de sportcommissarissen zich mogelijk even klaarmaken voor de ontvangst. Daar is hij. Tom Gerards en Nick Gerards en Teun Smit. Zo is het. Dani van Ruiten moet zich straks melden als hij binnenkomt. Even bij de weegschaal ook even melden dat ze naar de sportcommissarissen begeven. Dani van Ruiten moet zich melden bij de sportcommissarissen.